Ik stap uit mijn rijtuig. Ik spring aan de kant omdat er eentje vet hard voorbij zuist. Oké, passie, kijk uit. Elke hoek is beladen met klein tuig. Gevaarlijk, ja dat is het zeker. Maar wie kan het wat schelen? Niemand. Maar wie kan de rest van het land laten zien dat het niet kan? Op deze manier kan geen een van ons krijgen wat hij verdient, man. Winkeliers overvallen door diefstal en ze kennen de dief al. Elke dag op de hoek van de straat met hun voet tegen de muur, je weet hoe dat gaat. Ze wachten tot de zon ondergaat met hun monden bedekt en revolvers paraat. In het Wilde Westen loop ik rond met een lach. In het Wilde Westen gebeurt wat dag en nacht, maar in het Wilde Westen, daar ben ik zo graag. In het Wilde Westen, het beste vandaag. Hier in het Wilde Westen gaat het leven over overleven. De buurvrouw maakt een praatje met de oude Jordanese. Ze lachen, iets wat overdreven. Maar ze voelen zich thuis, dat geloof ik zeker. Daar waar de geveltuintjes bloeien en de kids opgroeien. Ze spelen op straat, de ruige speelplaats en zorgeloos stoeien. Zoveel nationaliteiten in deze buurt. Maar niemand hier weet zeker hoe lang het leven duurt. Hier in het Wilde Westen loop ik rond met een lach. En in het Wilde Westen gebeurt wat dag en nacht. Maar dag en nacht, Wilde Westen, veel daar ben ik zo graag. Ik ben er zo graag, Wilde Westen, het beste vandaag. Yeah. Yeah. Hier in het Wilde Westen voel ik mij toch echt het beste. Als ik draaf door de stad, Wilde Westen overdag, maar soms ook overdag. Opeens knal, een overval is waar ik aan dacht. Maar wat ik vreesde was waar, liquidatie op klaarlichte dag. Wilde Westen loop ik rond met een lach en met een lach. Wilde Westen gebeurt wat dag en nacht, maar met Wilde Westen. Hoi. Ah, nieuwe buren. Lekker buurtje, hè? Alleen, het is wel chaos hier, hoor. Dat ik bij mijn eigen denk van, krijg toch lekker de schimmel, ik ga hier weg. Maar dan heb ik toch zoiets van, het is mijn buurt, dus ik blijf hier lekker. Hè, Spetter? Nou, wij gaan hier van een leuke tijd van maken. Toch, Esmee? Nou, dat is fijn om te horen. Tot ziens, hè? Tot ziens. Thank you.
Je bent vast Esmee. Ja, mevrouw. Mevrouw, mevrouw. Ik ben geen mevrouw hoor. Ik ben gewoon juf Els. Jongens en meisjes, dit is Esmee, jullie nieuwe klasgenootje. Jullie zijn toch wel een beetje aardig voor dit nieuwe meisje, hè? Ja. Misschien. Esmee, zoek maar een plekje in de klas. We gaan beginnen met een dictée. De schriften mogen worden uitgedeeld door... Wat zie ik nou? Kauwgom, een zonnebril, een mobiel. Huh. In de bak met verboden spullen. Hey, wat een leuk rok heb je vandaag aan. Ja, echt mooi. Hoi, ik ben Naomi. Let maar niet op hun hoor. Ze zijn best aardig, maar een beetje onzeker. Ik ben Tessa. Waar kom je eigenlijk vandaan? Van Aardenhout. Waar ligt dat? Aan de kust, maar ik ben net verhuisd naar Jan der Haanstraat. Jan der Haanstraat? Daar woon ik ook. Dus jij zit in die verhuiswagen. Op welk nummer woon je eigenlijk? Op nummer 32. Zullen wij je anders morgen een rondleiding geven door de buurt? Dan halen wij je op. Dat lijkt me leuk. En? Wat vind je eigenlijk allemaal leuk? Waar hou je van? Nou, in Aardenhout zat ik op een dansschool. Dansen? Dat doen we allemaal hier. Kom bij ons op dansschool. Dat is echt super dikke, vette kei stoer. Weet je wat? Kom mee, dans. Dames en heren, genodigden, wij zijn hier bijeen voor een bijzonder moment. Met veel genoegen open ik hier de nieuwste aanwinst voor deze buurt. Opkikkliniek Het Kikkertje. Deze buurt kan wel een opkikkertje gebruiken. Ja, dat was een gewiekste. Zeer gewiekst, burgemeester, zeer gewiekst. Ja.
Meneer, u bent werkelijk onverbeterlijk. Ja, ik ben een onversneden bron van grap. Dames en heren, burgemeester. Welkom. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Abdel Asahi, de nieuwe bewoningscoördinator. Ik ben onlangs in deze buurt ingetrokken en heel erg blij met de fantastische mensen die hier wonen. Zoals jullie kunnen zien, ik heb hier een kort grafiekje gemaakt. Gaat het hartstikke goed met de koopwoningen. Ze zijn erg in trek. Sociale huur is afgenomen. Dat betekent dat het gemiddelde inkomen hier in de buurt gestegen is. Dus het gaat de goede kant op. Dames en heren, u ziet wel dat dit soort vooruitstrevende ontwikkelingen deze bloeiende gemeenschap maakt tot wat hij vandaag de dag is. En dit is nog maar het puntje van de sleutel. Ik zal nog heel wat van deze instanties uit de grond laten spuiten. Abdel Al-Sahi is het niet? Jazeker, burgemeester. Ab, wat is het volgende onderwerp? Het volgende onderdeel, burgemeester, zijn de hoodies. Oh ja, die verdomde hoodies. Wilt u mij vergezellen voor een kopje koffie naar het gemeentehuis? Tuurlijk, burgemeester. En ik denk dat hij de don is. Ah, wat een oude bak. Ik neem maar de Bugatti. Weg met die camera. Weg! Weg! Even geduld. Zeg Pop, wil jij wat melk voor mij inschenken? Natuurlijk. Wil je nog een eitje? Nee, bedankt. Pap? Ja? Ik hou van jou. Ik hou van jou. Wat zit hierachter? Ik ga straks met een paar vriendinnen naar de speelplaats en dan hebben we het geld nodig om naar de snackbar te gaan. Aha. Oké. Nou, alleen omdat ik het zo leuk vind dat je het goed kan vinden met die nieuwe meid. Je kijkt wel uit, hè? Ja. Dank je wel. Veel plezier. Niet te laat thuis, hè? Mag ik er even langs? Natuurlijk. Zal ik even helpen? Ja, graag zelfs. Je bent nieuw hier, hè? Ja. Betty Kromhout. Abdel Asahi. Mag ik je Ab noemen? Tuurlijk, dat doet iedereen al. Ben je hier pas komen wonen? Sinds kort, ja, met mijn dochter, Esmee. Ja, ik zag dat. Zo'n leuk meisje. Dankjewel, ze doet de best. En komt mevrouw Welsen hier nog? Nou, ik hoop het niet.
Hoezo niet? Toch leuk, zo'n vrouwtje? Nou, een vrouwtje die met al je geld er vandoor gaat en een ander man, is niet echt zo'n echt leuk vrouwtje. Ach, nee, toch? Ach, ja, toch? Nee, nee. Ja, ja. En wat ga je doen vanmiddag? Ja, ik moet nog wat dozen uitpakken, denk ik, boven. En lekker op de bank zitten, denk ik. En daar is toch veel te mooi weer voor? Ik ga straks met een stel vriendinnen daar op het hoek even lekker wat drinken. Kom je ook? Oh, dankjewel, maar ik moet echt aan het werk. Ik moet nee, dingen doen en... nee, nee. Ik zie je straks, zie ik je dan op 1 uur wel daar op het hockey. Ja, zie je dan om 1 uur? Ja, dat is goed. Oké. Dag. Dag, juffrouw Kromhout. Luister, ik heb een leuke buurman gekregen. Oh ja, schat. Maar... Wat leuk. Ja, zijn vrouw heeft hem eruit gegooid. Ze heeft al zijn geld opgemaakt. En ze is met een andere kerel erop nog vandoor gegaan. Ja. Zeker, ze is wel zielig hoor. Hey, Ab, kom hier. Kom hier, schat. Kom even lekker bij me zitten. Dat zijn mijn vriendinnen. Dames, hallo. Ab. Hi, Ab. Hallo. Gelijk. Ja. Hey, en niet zo dichtbij zitten, hè? Want ik heb ben je gelijk een jaloers? Ja, ik heb hem met de eerste gezien. Ja, nou en? Nou, dames, dit is genoeg voor iedereen. Ja, dat klopt. Maar girls, waar gaan we nu eigenlijk naartoe? Naar de weg is veel te leuk. Daar is het echt vet. Wat is het leven zonder liefde, dan is het leven toch niet de moeite waard. Proost, hè? Ja, ik heb toch gezegd wat een lekker ding het is, hè? Ja, dat zie je ook. Jij blijft er maar. Ik heb hem het eerste gezien. Ik moet nu echt naar huis gaan. Onzin, we gaan nu enge verhalen vertellen. Maar ik heb pap beloofd dat ik... Je gaat toch nu niet naar huis als het net leuk begint te worden? Je moet echt niet bang zijn of zo. Kom in een kringetje zitten. Ik heb een kaars en een aansteker. Oké, meiden. Dit is het waargebeurde verhaal over het kleine meisje Shannon. En de vampier. Als je het niet verwacht, ik zal bij je komen, verstoren al je dromen. Ik was er anders van hem uit, als ik in het donker jou verzuim. Met tanden in je keel, laat ik niets van je heel. Ik ben nog niet zo groot, toch ga ook ik ooit dood. Waar word ik dan begraven? Smee, ik ben thuis. Ik heb pizza. Smee? De ruige speelplaats. Ruige speelplaats, ruige speelplaats.
Potverdorie. Er was een hele enge man in het bos. Sorry, pap, ik zal het nooit meer doen. Het is al goed, schat. Gelukkig ben je nog heel, hè? Mm-hmm. En wat jullie betreft... Jullie zullen wel honger hebben. Ik breng jullie naar huis. Wil je mee? Koopwoningen in het blok waren geheel tegen de verhaal. Sorry, pap, van gisteravond. Ik zal het nooit meer doen. Kijk, Esmee, we hebben gewoon geleerd dat dit geen aard en hout is. We moeten hier een beetje op onze hoede zijn. Maar gek genoeg zijn de mensen hier in de buurt wel een stuk vriendelijker. Vind je? Ja, maar eerst moet ze wel beter leren kennen. Dat is zo. Maar zo weet ik bijvoorbeeld dat mevrouw Betty nog wel aantastelijk kan worden na een paar borreltjes. Maar papa, je houdt wel gedijs met die vrouw, hè? Beloofd. Je deugt niet. Wat zal ik doen? Wie zal ik zijn? Maak ik al mijn dromen waar? Misschien word ik beroemd en word ik heel erg rijk. Het liefste met jou aan mij zij. Geniet nu van je leven, je leeft maar één keer. My